Club ondersteboven. Ja, ik kan je wel verklappen dat in deze quarantaineperiode is het best wel lekker, denk ik, om vrijgezel te zijn. Want ik zit dus behoorlijk op de lip met mijn vriendin. Dus ik zou het nog even zo houden. Laten we even bellen. Dat hoeft niet. Maar ik wil je alleen als tip meegeven. Ga vooral niet nu op jacht. Doe het gewoon pas als weer alles normaal is. Ik hoor juist van heel veel vrijgezellen om mij heen dat ze het zo zwaar hebben in deze tijd. En dat het zo alleen is. Nee, we gaan haar niet bellen. Ja, natuurlijk wel. Waarom gaan we? Ja, hoezo gaan we nou mijn vriendin bellen? Ja, gewoon haar kant van het verhaal. Toch een ja. Peter, aan jou het woord. Graag. Leuk. Wat een gezeik. Hoe heet ze? Helene. Ik hoop dat ze opneemt. Nou, ik hoop het niet voor je. Met Helene. Hoi Helene, met Peter Pannekoek van Slam FM Club ondersteboven. Ik ben hier te gast. Hallo. En zeg niks. Nee, jouw vriend vertelde net dat hij het best wel zwaar vindt een relatie te hebben tijdens quarantaine. Ik zei helemaal niet dat het zwaar is. Maar luister, ik zei, ik wil de andere kant van het verhaal. Ik vind het altijd zo eenzijdig, drie mannen die een beetje tof doen. Terwijl ik dacht, nee, zeker naar MeToo. Ik wil eens horen, hoe ervaar jij deze tijd? Jeetje, wat een vraag. Ik weet het. Ja, nou, maar ik denk dat jullie daar prima over kunnen discussiëren zonder mij. Nou, nee, we willen ook even jou mee. Ik merk nu al dat huiselijk geweld zo erg is bij jullie dat je niet durft te praten. En geef me een code, laat het woord hondje ergens vallen en we komen je redden. Komt goed. Nee, maar ik moet wel zeggen, Tom, je klaagt wel veel, hoor. Ik heb af en toe wel eens op de radio geklaagd over het een en ander. Maar jij zegt wel van, het valt me zwaar, die quarantaine. Nee, dat is helemaal relaties. Niet waar. Dat is, jullie, ja, nou, het voelt me wel een beetje onrustig. Ja, nou, nee, Tom. Dan begint ze nog te praten. Dat is niet de bedoeling, hoor. Dat is... Nou, dan moet je me maar weer ophouden. Nee, dat is juist wel interessant. Maar waar gaat die onrust, waar toont zich dat? Nou, hij moet even een hobby hebben. Hij moet weer even een nieuwe Lego Technic doos of zo. Dan is hij weer even bezig. En wat dacht je van gewoon vriendschappen? Of is dat niks voor hem? Nee, dat is dat kan hij ook wel. Maar hij moet gewoon lekker alleen met zijn Lego zijn autisme oplossen. Ja, hij moet even zichzelf vermaken. Ja, dat wordt iedereen beter van. Ik zie het heel goed. Ja, want jullie hadden gisteren ook weer even ruzie, geloof ik. Toch, gisteren? Of niet? Ja, dat vertelde jij. Oh? Nou, dat weet ik niet. Nee, volgens mij was gisteren een vredige dag, hoor. Oh. Een van de weinigen in deze periode. Nou goed, ga maar gauw weer bezig met waar je mee bezig was. En 5 mei is aanstaande, hè? Bevrijding. Ja. Leuk je gesproken te hebben. Ja. Dag, schat. Ja. Doei, ja, nee. Doei. Laten we dan ook even Didi bellen, de vriendin van Bram. Leuk. Ja, dat is wel onzin. Ja. Nee, die neemt niet op, hoor. Die neemt niet op. Nee? We gaan het zien. Gaan we die nu bellen? Ja. Waar gaan we het over hebben? Ja, dat weet ik niet. Laat mij het gesprek maar leiden. Oh, Peter leidt het gesprek. Prima. Dat komt vast goed. Ja, ze neemt niet op. Wat is ze aan het doen dan? Ja, dat weet ik niet. Misschien Peppy de hond aan zijn. Nee. Hey Didi, met Peter Pannekoek. Ik ben te gast bij het radioprogramma van jouw vriend. En we hebben eerst de vriendin gebeld van, hoe heet je ook alweer? Tom. En toen dacht Tom. Nou, dat is ook zijn, leuk. We moeten een vriendin van Bram bellen. Dat zit hier anderhalf uur bij mij in de studio. En okay. Wees blij dat je herkent, want je hebt bijna geen Instagram volgers. Sorry, dit is niet tegen jou, Didi. Dit is tegen Tom. Maar Oké. Wat heb ik jou godsamme misdaan, joh? Ik pak altijd de zwakste. Hey, van de zo deur, werkt het. Het is het schoolplein. Didi, hoe is Bram nu tijdens de quarantaine? Is het uit te houden? Ja, best wel chill eigenlijk. Ja. Niet echt gezeik. Nee. Minder gezeik of geen gezeik? Nou, we hadden sowieso al niet echt veel gezeik. Dus gewoon prima, eigenlijk hetzelfde. En als er één irritatie is in het huishouden over Bram, wat is dat dan? Dat, even denken hoor. Ja, hij doet niet zo heel erg veel verkeerd, eerlijk gezegd. Even denken. Nou, er zijn toch wel... Ja, niks. Nou, nee, maar hier mag je wel open over zijn, hoor. Hoe heet ze weer, Didi? Ja, maar zeg maar in de quarantaine of in het algemeen? Oh, doe maar gewoon in het algemeen dan. Oké, nou wat ik heel vervelend vind aan Bram is dat hij de hele tijd alles wil laten zien. Ja. Zeg maar, als hij een filmpje heeft, dan vindt hij zelf wel heel leuk. En dan vindt niemand het leuk en dan moet hij het laten zien. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Of mijn penis, hier. moet je even kijken. Maar wat fijn. En hoe gaat het met Animal Crossing? Ik zag dat je daar helemaal diep in zit. Oh, ja, dat gaat goed. Ja. Ja, het is echt geweldig. Ja, het is een verslaving erbij. Het is echt een verslaving, ja, oprecht. Maar ook de vriendin van Tom. Ja, ze doen het samen. Ja, ze doen het ook samen. Ja, die zitten beide de hele tijd te klitten, de hele tijd Animal Crossing te spelen. Ja, wat leuk. Ja. Maar ik vind het helemaal niet zo'n leuk stukje radio. Jullie deden helemaal van, kom, we gaan Didi bellen. En stoute radio. Ja, maar ik dat je maar een kutje in moet hebben. Ja. Dat klopt, je hebt het heel goed gedaan.
Nou, het was hartstikke leuk. Nou, hey Poepenkoek, dankjewel. Ik zie je zo. Joe. Kusjes. Doei. Nee, dit was, klopt. Het is inderdaad niet zo leuk als het gesprek met mijn vriendin. Nee. Laten we haar weer bellen. Nee.